Wat is de consequentie voor Fanos die nu failliet is? In de Westwijk bedoel je? Deze week hebben wij met alle partijen afspraken gemaakt om de woningbouw in de Westwijk door het faillissement van Fanos om dat vlot te trekken. En dat is een hele, daar hebben we echt onze nek uitgestoken als eigen haard samen met de gemeente en de bouwer die er aanwezig is, HSB uit Volendam. En we gaan daar die wijk afmaken. En daarmee wordt de ellende die met name op dit moment zit bij de kopers van een aantal woningen die bijna af zijn, behoort binnenkort tot het verleden. Want die woningen worden nu door de aannemer afgebouwd door de afspraken die wij deze week met elkaar gemaakt hebben. En hoe lang gaat het ongeveer duren? Nou, twee dingen. De woningen die bijna af zijn, dat zal denk ik een aantal maanden nog in beslag nemen. Maar die vraag moet aan de aannemer worden gesteld, want die bepaalt het bouwtempo. Op die plekken waar nog niet gebouwd is, gaan we nu een planning maken in welke snelheid wij daar de woningenbouw gaan realiseren. Dus de bewoners kunnen uiteindelijk toch een sleutel nog krijgen? Ja, ik verwacht dat zeker de bewoners die betaald hebben voor hun woning, dat die natuurlijk hun sleutel gaan krijgen.